NVP-jaarprijs. En die wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich inspant en verdienstelijk maakt als het gaat om het verleden van Purmerend. En nou, de jeu waarmee je dit al weet te vertellen, maakt eigenlijk duidelijk waarom je de prijs krijgt. Ik wou dan even zeggen dat Corwin is een geboren en getogen in Purmerend. Je laat het ook duidelijk merken. Je bent helemaal weg van Purmerend. En hier op de kaasmarkt nummer 11, in je oude voormalig huis, ouderlijk huis, ben je eind jaren 80 gestart met een winkel in tweedehands jukebox singles. En ook een grote collectie oldtimer bromfietsen is hier ondergebracht. Je hebt ook een uitgebreide collectie klassenfoto's, maar dat is maar minimaal als ik dat hier zie wat er allemaal nog meer is. En je organiseerde al een aantal malen met groot succes reunies voor oud-klasgenoten, waarvoor mensen zelfs speciaal overkwamen uit Amerika. Canada, zou ik het niet zeggen. Je bent een echte liefhebber van de geschiedenis van Purmerend. Je hebt foto's, ansichtkaarten, documenten, maar je bent ook een liefhebber van archeologie. En archeologische objecten uit Purmerend heb je ook hier tentoongesteld staan. Veel heb je gevonden op het terrein dat bloot kwam liggen toen de straten werden geruimd om plaats te maken voor het Willem Eggert Centrum. Tegenwoordig Eggert Winkelcentrum geheten. En die collectie is hier dus ook te zien in alle vitrines. In het museum liggen op dat tafeltje een aantal fotoboeken klaar voor de bezoeker om in te kijken. En ook wij als vereniging weten dat het bekijken van al die foto's heel veel verhalen oproept. En het is gewoon prachtig om te zien. Toen wij in 2010 de reunie organiseerden, weet ik nog dat van 1725 aanmeldingen die we daarvoor kregen, jij nummer 1 was. jij houdt van reunies, dat is wel grappig. En in 2010 richtte jij hier ook een speciale expositie in met foto's. Dat zou eenmalig zijn. Eenmalig, maar je bent al aan het aankondigen wat hierna allemaal weer gaat gebeuren. Die expositie die je toen hebt laten zien met foto's van de stad, de demping van de weren bijvoorbeeld. Er zijn, heb ik begrepen, honderden bezoekers hier geweest om daarnaar te kijken. Misschien nog wel meer. 2010 zijn er 2000 geweest. Nou, gigantisch. Ik vind dat museum aan de overkant kijkt met een jaloers oog deze kant op, denk ik. Je laat het met liefde zien hoe Purmerend er ooit uitzag. Je hebt de expositie georganiseerd van alle markten thuis, waarbij we aan de voorzijde van het huis nog de grote poster zagen staan. Ook daarin ga je steeds verder. Het promotiemateriaal wordt ook steeds beter. Je hebt de expositie gehad Purmerend onder water over de watersnoodramp van 1916. En in 2010 was je een van de 50 portretten die beschreven werden in het boek Purmerend in 50 portretten. En terecht, je maakt onderdeel uit van de geschiedenis en je bent als een van de jongsten daarin geportretteerd. Juist al die privé-initiatieven om je eigen ruimte beschikbaar te stellen, alle kosten die je maakt voor de foto's, het Purmerend van toen om dat onder de aandacht te brengen van een breed publiek, wordt door de vereniging ontzettend gewaardeerd. We streven allebei hetzelfde doel na en we doen het ieder op eigen wijze. Maar we zijn gelukkig geen concurrenten. We vullen elkaar aan als dat kan en helpen waar mogelijk. Maar om de waardering uit te drukken voor al het werk dat je hiervoor doet, reiken wij vandaag de VAV-jaarprijs aan je uit. En we hopen dat heel veel mensen in de toekomst deze plek opkomen. Ja, en voor die wijn komen we ook weer terug. Bij deze iedereen heel hartelijk danken voor de bloemen en voor dit. Te veel. Graag gedaan. Nee.